Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Chultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we zijn weer terug in de Benissen en ja, hij is weer open. Daar staat mijn auto ergens daarachter, die gele. Maar hij is weer open, jongens. Je kan er weer in. Ja, het heeft even een tijdje geduurd. Ook deze vlog heeft even een tijdje geduurd. Het is inmiddels alweer een tijdje open. Ja, het enige wat eigenlijk aan de afsluiting herinnert, dat is deze ontzettende grote gapende blubberzooi. Maar hij is weer open, jongens. Je kan er weer in. En ja, we gaan even een klein wandelingetje even maken. Zou ik zeggen, hè? Laat ik niks vallen? Nee, ik laat niks vallen. Dus we gaan even een klein wandelingetje doen. Want ik wil nog even naar een andere locatie. En die locatie die wil ik al een hele tijd bezoeken. Er zit eigenlijk al 2 jaar in de planning eigenlijk al om dat een keer te bezoeken. En dat ga ik vandaag doen. Het weer is niet echt helemaal top. Gisteren was nog erger. Gisteren was het alleen maar regen, onweer, natte sneeuw. En ja, het was gewoon echt troebel weer. Ik zou eigenlijk gisteren naar de Efteling gaan. Maar dat is niet doorgegaan. Omdat het gewoon te slecht weer was. Daarna zou ik met mijn moeder nog naar een tuincentrum gaan. Ik ga nog niet zeggen welke. Een tuincentrum gaan. Ja, daar was het weer ook te slecht voor. Dus ik heb gisteren gewoon lekker binnen gezeten. Dat was eigenlijk het beste wat je kan doen, eigenlijk. Want het is gewoon zo ontzettend slecht weer. Is het. Nou, je ziet het ook aan de paden. Je kan zien hoeveel regen er gevallen is. Het was echt noodweer hier in Zuid-Holland. En het is nou iets beter. Zou aankomende week zou het warmer worden? Nou, ik vraag het mij af. Want het voelt nog niet echt warm aan. In ieder geval, nou ja, warm. Het is natuurlijk winter, hè, dus het zal niet heel erg warm weer zijn. Maar het zou beter worden. Maar ja, het is echt ontzettend slecht weer, jongens. Regen, natte sneeuw, onweer hebben we zelfs keihard gehoord. Er zijn een paar flinke klappen gevallen gisteren. En wat doe je dan? Ja, dan ga je maar een beetje zitten gamen, hè. Een beetje zitten gamen, een beetje televisie kijken. Maar ja, alles op YouTube heb ik ook al 6 keer gezien. Dus daar word je ook niet echt vrolijk van. Dus ja, dat dus in ieder geval. In ieder geval, hij is weer open, is die. En ik wil het niet al te laat maken, want ik wil nog even naar de tweede locatie even gaan. Dus, maar we kunnen in ieder geval kunnen we hier weer een keer een vlog opnemen. Ik ga nog wel een keer een vlogje weer hier opnemen hier van de week. Volgende week. Kijk wel eventjes wanneer. Maar in ieder geval, ik wou eventjes melden dat het weer open is. Dit is het Benissen gebied tussen Simonshaven en Zuidland. Nou, je moet er ook helemaal omrijden, want in Zuidland liggen er een paar straten. Die liggen omver. Iedereen rijdt nu weer hier deze kant op. Was dit jaar al een keer gebeurd. Dat er alles afgesloten was. Ik weet niet wat ik allemaal op mijn scherm zie, maar het zal allemaal wel goed wezen. Ik zie een kruisje, ik zie allemaal 2 tekentjes en een kruisje. Ik weet niet wat het is, kan ik daarop klikken of zo? Volgen geannuleerd. Oh, stond hij op volgen? Nou ja, ik weet het ook niet. Als jullie me maar volgen. Trouwens jongens, -25 abonnees, hoe kan dat nou jongens? Ik ben gewoon 25 abonnees kwijt. Dat vond ik nou niet echt heel erg tof, vind ik dat. Dus abonneer eventjes op mijn kanaal voor meer, want er komen nog hele leuke video's aan. Ik ga mijn huis nog versieren. Dat is de enige spoiler die ik geef. Ik ga mijn huis nog versieren. En we gaan nog kerstmarkten bezoeken. We spelen s'avonds GTA. Donderdagavond heb ik GTA gespeeld. Ik heb gisteravond GTA gespeeld. Dus genoeg nog op mijn kanaal om te ontdekken. Planet Coaster gaan we binnenkort ook weer eens eventjes doen. Is ook wel weer eens een keer leuk om even weer een keer Planet Coaster te doen. In ieder geval, er komen nog een heleboel leuke vlogs aan. Nou, ik moet mijn camera weer even zo zetten. Ik kom er elke keer achter dat als ik
een film opgenomen heb en daarna edit ik hem, dan zie ik ineens maar een halve kop erop staan. Of ik zie wel eens, dit zie ik ook nog wel eens. Dan moet ik in de toekomst moet ik dit gaan verbeteren. Want dat is echt, dat is klote gewoon. Ik moet gewoon ervoor zorgen dat mijn kop er goed op staat. In ieder geval, dat het beeld wat beter is. Nou, we gaan even lekker een stukje wandelen. Even nog even. Ik maak het niet al te laat. Ik wil er eigenlijk een minuutje of 10 van maken. En dan gaan we later gaan we wel weer eens een keer een heel blokje lopen. Dat kan wel weer een keertje. Het is alweer een tijd geleden dat we hier geweest zijn. Maar het is toch wel weer leuk om eventjes een blokje te lopen. Het ging eigenlijk alleen maar over de parkeerplaats. Maar ja, dan heb je een... Dan heb je een video van mijn 2 minuten. Dus dat schiet ook niet echt op. Ik denk, nou, dan ga ik toch nog wel eens eventjes een vlogje opnemen. Dus nou, het is hier achter ontzettend mooi. Je ziet er niet echt heel erg veel van. Ik kan me nou niet herinneren dat ik nou iets zie van, hé, dat hebben ze aangepakt of zo. Dat viel me wel heel erg op. We gaan later dus wel eens even kijken of dat we nog meer... dan gaan we het hele blokje doen en dan gaan we wel eens even kijken of dat we dan wat meer zien. Maar tot nu toe kan ik nou niet echt zeggen van, nou, ik zie wat ze veranderd hebben. Dat hebben we nog niet gezien vandaag. Nou, hier ook de sloot. Het is altijd van die geulen altijd. Dus we gaan hier later nog wel eens een keer terug. En dan gaan we echt het hele bos, gaan we even het blokje lopen. Zo ongeveer een half uurtje, 3 kwartier ongeveer is het. Maar dan hebben we wat meer zicht erop. Maar ik zie niet echt hele erge veranderingen. Dus we gaan weer teruglopen naar de auto. En dan ga ik lekker naar de tweede locatie. Dat is nog wel even een stukje rijden. Oh, ik ben mijn navigatie vergeten. Nou, dat maakt niet uit. Dan moet ik maar even mijn navigatie op mijn telefoon even gebruiken. Ja. Ik zat nog te denken daarnet van, joh, vergeet nou niet om mijn navigatie mee te nemen. Nou heb ik hem alsnog vergeten. Want ik heb in de kast ik ben niet naar de kast gelopen waar ik hem normaal neerleg. Dus ja, die ben ik echt vergeten. Maar ja, ik heb altijd nog, je hebt altijd nog Google Maps gelukkig. Het is alleen even hoe ik die straat kan vinden. De omgeving, die kan ik eigenlijk wel een klein beetje, dat weet ik wel waar het is. Maar ik vind TomTom gewoon makkelijker rijden. Ik rij altijd met TomTom, zelfs als ik naar de Efteling ga. En die route die heb ik al meer als 300 keer gereden. Dan neem ik mijn navigatie mee. Ik vind het altijd makkelijk, ik kan precies zien van de flitsers en zo. En het aantal kilometer wat je nog moet rijden, hoe laat je aankomt. Ik vind dat gewoon heel makkelijk. Ik rij bijna altijd op TomTom. Maar ik ga er nou niet helemaal weer voor terugrijden. Ik moet nog wel langs Spijkenissen weer terugrijden. Maar ik heb geen zin om weer helemaal naar de woonwijk te rijden. Naar huis te rijden om hem te pakken. We gaan het wel even op goed geluk. Gaan we het wel even doen. Mochten jullie deze vlog, de vlog hierna, geen vlog hebben van hetgene waar ik naartoe zou gaan, dan heb ik het niet gevonden. Maar dat lijkt me wel heel erg onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Meestal dan weet ik wel de weg daar zo ongeveer. Dus er staan altijd nog borden, hè. Alhoewel, tegenwoordig vind ik die borden nou ook niet echt heel erg handig. Maar goed, we zijn er in ieder geval, lopen we weer terug naar de auto. Het is in ieder geval droog, jongens. Dat is wel heel erg lekker. We hebben echt de hele tijd hebben we ontzettend slecht weer gehad gisteren. Het was echt koud, nat. En ik had echt geen zin om de deur uit te gaan. En zoals ik al zei, ik zou dan naar het tuincentrum gaan. En toen had ik mijn moeder al gebeld van, joh, ik heb geen zin eigenlijk. Laten we het even een andere keer doen. Nou, blij dat ik toch gedaan heb. Want later op de middag, toen, echt een knal, jongen. Niet normaal. Het ging echt
ging echt keihard onweren. Dus ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Dus ja, mooi hoor. Het blijft altijd een mooi bos, vind ik hier altijd. Ik vind het altijd een fantastisch bos hier. Oh. Prachtig. Echt een mooi bosje. Nou, dan lopen we die lange weg weer uit. Op weg naar de auto. Als het goed is dat hier. Oh. Ja, hier is dat. Kijk, daar verderop staat mijn auto in ieder geval. Dus ja, dan gaan we naar de tweede locatie. In ieder geval, hij is weer open. En kijk, ondanks deze plassen kunnen we er weer in. En gaan we ongetwijfeld wel weer eens een keer een videootje maken hier. Oh. Kom binnenkort wel weer eens een keertje. Ik heb nou toch dagen genoeg om te filmen. Dus ik kan nou weer een beetje mijn vlogs een beetje weer omhoog krikken. Want ja, ik heb dit jaar niet echt heel erg veel gevlogd. Ik had er geen zin in. Geen behoefte aan. Maar ja, nu ik het eenmaal weer doe. Vlogjes maken. Vind ik het eigenlijk wel weer leuk eigenlijk. Ik heb er eigenlijk wel weer, ik heb er eigenlijk wel weer lol in. Het is eigenlijk wel weer leuk eigenlijk. Dus ja, ik ben blij dat ik weer lekker aan het vloggen ben. En vloggen, daar stop ik niet mee. Het zal af en toe even wat minder zijn. Maar echt helemaal stoppen met vloggen, daar zit ik voorlopig nog lang niet aan te denken. We komen voorlopig nog wel eventjes. Ja, we gaan nog wel echt hele leuke video's maken. Dus, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ja, het bekende riedeltje, hè. Het bekende riedeltje. Vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. En de volgende vlog, als het goed is, is in Rotterdam. Meer ga ik niet zeggen. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.